Het Dolfinarium in Harderwijk is uitgebreid met een bassin voor walrussen, waarmee uitvoering is gegeven aan het plan om hier geleidelijk te komen tot een oceaandierentuin die zich specialiseert op het leven van de zeezoogdieren. De als zuigelingen 2 jaar geleden hier gekomen dieren zijn langzamerhand overgegaan op vis. Alle vis wordt speciaal gevangen in de oceaan en niet in vaak verontreinigde kustwateren. Zeeleeuwen, behorend tot de zogenaamde vinvoetigen, en dolfijnen geven zoals bekend regelmatig voorstellingen in het dolfinarium, waarbij ze elkaars prestaties kritisch volgen. Vaak komen studenten en wetenschappelijke medewerkers van universiteiten hierheen om samen met de bioloog van het dolfinarium, de heer Dudok van Heel, onderzoekingen te verrichten en bijvoorbeeld bloed af te nemen. Iets wat bij de bezoekers van de shows niet of nauwelijks bekend is. Dankzij het onderwaterpanorama rond het bassin kan het gedrag van de dieren bestudeerd worden. Dolfijnen bezitten een soort sonarsysteem, waardoor ze, zoals hier geblinddoekt, toch feilloos voorwerpen in het water weten op te sporen. Dat de dieren hier ideale omstandigheden vinden, blijkt uit het feit dat er al enkele jongen geboren zijn. Dolfijnen halen 1 tot 4 maal per minuut adem via neusgaten die bij het bovenkomen worden geopend. Daarna ventileren ze via een gat op de kop. Het zijn vriendelijke, hoogst intelligente dieren die ook nadat ze in het wild gevangen zijn, nooit agressief worden. Behalve ontspanningscentrum voor publiek is het Dolfinarium sedert lang ook een wetenschappelijk centrum voor de gedragsstudie van een aantal grote zoogdieren uit de oceaan.